Dag dames en heren, welkom bij 75 jaar vrijheid in het spoor van de bevrijders. En dat spoor dat brengt ons vandaag naar Lochem. Een uitzending met een zwaar Canadees tintje, want waren het niet de Canadezen die Lochem bevrijden? Of toch niet? Ook vandaag krijgt u een levensportret, dat van Ralph Piercy. 17 jaar was hij pas toen hij overleed bij de bevrijding van ons land. Jean Kreunen is er weer met uiteraard een voorwerp dat te maken heeft met de bevrijding. En waarom hangen ze in Lochem de was buiten? Straks het antwoord. Maar eerst de bevrijding van Lochem dus. Dat er wat te gebeuren staat, merken de Lochemers op 29 maart, Witte Donderdag 1945, als de Duitsers bijna alle bruggen over het Twentekanaal opblazen. De brug bij Lochem wordt overgeslagen en dat zou je als een waarschuwing kunnen beschouwen voordat het echt los zou gaan. En de gevechten zijn inderdaad hard en verbeten. Pas op tweede paasdag is Lochem bevrijd. Terug naar toen met Annemieke Schakelaar. Dit zijn de restanten van de Exelse brug, de brug over het Twentekanaal, hier tussen Lochem en Laren. Een van de weinigen die nog intact was. Want ruim een week geleden, toen Mechelen werd bevrijd, hebben de Duitsers alle andere bruggen vernield, behalve deze hier. Waarschijnlijk met het idee om zich via Lochem terug te trekken ten noorden van het kanaal, om daar stand te houden. De bevolking heeft dagen in angst binnen moeten zitten, want sinds 30 maart mag er niemand meer de straat op. De eerste paasdag is er 12 uur lang onafgebroken strijd geleverd door de Britten, die op tweede paasdag werden afgelost door de Canadezen. Even was er paniek, want de Duitsers die nog aan de overkant van het kanaal in Laren zitten, hebben op de kerktoren van Lochem geschoten, waar de Nederlandse vlag was uitgehangen. Omdat de Canadezen dachten dat er misschien sluipschutters in de toren zaten, heeft een tank het vuur geopend en is de toren zwaar beschadigd. Lochem is vrij, maar Laren moet nog wachten, want dit is de laatste brug die nog bruikbaar was. Ricky Noordkamp-Maatman was 6 jaar toen de oorlog uitbrak. Ze is enig kind en moet alleen met haar moeder de oorlog doorzien te komen. Want haar vader is in Duitsland te werk gesteld. Het enige contact zijn de brieven die hij haar regelmatig schrijft. De bevrijding is voor Ricky geen echte bevrijding, want waar is haar vader? Nou, dat is een brief van mijn vader en die is in de oorlog geschreven. Is Ricky alweer naar school of heeft ze nog vakantie? Wil uw vader ook de groeten doen? Ja, zijn vader leefde toen nog. Het eten is hier anders wel goed, maar wij moeten toch nog zelf bijkopen. Ricky Noordkamp-Maatman uit Lochem leest een van de brieven die haar vader schreef in de oorlog vanuit Duitsland waar hij te werk gesteld was. Ricky woonde als enig kind alleen met haar moeder in Lochem. Pas ver na de bevrijding zag zij haar vader weer op een markant punt in de stad, bij de Nieuwstad. Een buurman had hem daar gezien. Nou ja, en met de oorlog is mijn vader toen altijd weg geweest. Want we gingen elke dag naar Bergen. Er woonde een broer van mijn opa. En dan ging mijn moeder op de boerderij werken. En dan kregen wij eten voor. Nou, en als we dan terugkwamen, dat was 4 dagen in de week dat we dat deden. Daarheen weer lopen. En de laatste dagen voor de bevrijding vernamen we al dat er wat gaande was. En toen waren we een paar dagen later bevrijd. Hoe was dat? Heel emotioneel. Nou, en een jaar na de bevrijding is mijn vader pas weer gekomen. Dus ik was met mijn moeder alleen en toen komt iemand, de buurman, en die zegt: je moet direct naar de Nieuwstad en daar staat je vader met 2 koffers en die moet je ophalen. Nou, mijn moeder die lag zo onder tafel, bewusteloos, en ik was alleen met mijn moeder. Uw moeder schrok toen ze dat hoorde, ja. Dat uw vader hier gezien was. We dachten dat we geen vader meer hadden. Dus toen is hij weer gekomen, ja. Daar heb ik mijn vader weer gezien. Nou, mijn moeder kende hem wel weer, maar ik kende mijn vader en mijn vader kende mij niet meer. Dus dat is me altijd bijgebleven.
Ja, het moet ook heel bijzonder zijn, hè? Zo, als de oorlog zo eindigt en je kent elkaar gewoon niet eens meer. Berry Zwarthof, amateurhistoricus. Je hebt je meer dan uitgebreid verdiept in de oorlogsgeschiedenis van Lochem. Ja, dus aan jou ook maar direct de vraag. Waarom concentreerde die strijd zich zo op Lochem? Ja, waarom concentreerde zich die strijd om Lochem? Om eigenlijk een hele eenvoudige reden was zo dat Lochem was eigenlijk het laatste vluchtpunt voor de Duitsers. Wat belangrijk was voor de geallieerden natuurlijk, was dat ze zo snel wilden doorstoten naar de IJssel en het Twentekanaal. Want dat was eigenlijk de laatste oponthoud om weer een weg vrij te maken naar Duitsland. Ja. En we zagen het in het filmpje bij Annemiek, de strijd was heel heftig, hè, daar? Ja, de strijd was zeker heel heftig, vooral in de Enk, daar heeft zich ook het meeste plaatsgevonden. Daar is dus een tank uitgeschakeld van de Sherwood Rangers. En op de Zwiepse weg zelf, daar verloor de sectie van Dick Broe, verloor daar 6 man. Ja. Dus dat was best wel een heftige strijd. En dan is daar natuurlijk die eeuwige vraag. Hè? Waren het nou op 2 april, waren het nou de Britten of de Canadezen? Ja, dat is eigenlijk heel lang bij mensen al het vraagstuk, weet je wel. Want we gaan dan eigenlijk al een stukje de strijd in. Want op 2 april 's morgens stonden er op de Nieuwstad stonden de Canadezen er. En dat was bij heel veel mensen was dat natuurlijk verbazingwekkend. Die dachten dat zijn dus de bevrijders. Ja, die dachten dat dat de bevrijders waren. Wat niet was minder waar, want we moeten niet vergeten dat de B-compagnie, de A-compagnie van het Somerset-regiment, dat viel onder de 129e brigade, die waren dus Lochem ingekomen. Die hadden Lochem als het ware tot aan het kanaal bevrijd. Maar we moeten niet vergeten dat die jongens, die hadden natuurlijk flinke strijd erop zitten. Want ze waren al 72 uur in touw, hadden dus 24 uur niks gegeten. Dus die mannen die wilden zo snel mogelijk de boel bevrijden en wegwezen. Die moesten ook afgelost worden. Juist. En maar het Somerset Regiment, dat waren dus de Engelsen. Dat waren op dat moment de Britten. En die gingen, dus nadat ze klaar waren, gingen die zo snel mogelijk terug naar Haarlo en van Haarlo richting Hengelo-Enschede. Maar ze hadden dus die pauze nodig. Ja. Maar op dat moment was de 4e Canadese Panzerdivisie al in aantocht, onder Foulkes. En die moesten zo snel mogelijk zien dat ze over het kanaal kwamen. Dus heel veel mensen dachten, hé, er zijn Canadezen. Dus, en dat is het misverstand. Dat is het misverstand. Nog heel even, Lochem was bevrijd aan de overkant van het Twentekanaal. Laren nog niet, dat moest nog volop geknokt worden. Het werd ook nog vandaan op Lochem geschoten. Ja. Dus vieren, de vrijheid vieren, kon dat? Nee, kon eigenlijk op dat moment niet. Want we waren eigenlijk, Lochem was eigenlijk nuchter nog op dat moment. He, mensen waren eigenlijk nog bang. En waarom? Omdat achter het kanaal zaten dus de Duitsers nog. En die Duitsers die schoten nog steeds over het kanaal heen. Eén voorbeeld is daarvan dus dat op de kerktoren werden al vlaggen uitgehangen door de Lochemse bevolking, omdat ze dachten dat ze vrij waren. Maar niet was minder waar, want die Duitsers begonnen volop te schieten op die kerktoren. En onderwijl dat de Britten dus klaar waren en teruggingen richting Haarlo, dacht men eerst zelfs nog dat de Britten zich terugtrokken. Ja, waren dus nog volop in gevaar. We praten straks verder. Ze waren jong. En soms wel heel erg jong. De mannen die ons kwamen bevrijden. Vandaag een portret van iemand wiens leven eigenlijk nog maar net begonnen was. Ralph Piercy is de op één na jongste militair op de Canadese begraafplaats in Holte. Pas 17 jaar is hij als hij sneuvelt bij het Gelderse Laren. De 5e in een rij van 13 kinderen. We zien een vriendelijk, open jongensgezicht. Als hij 16 wordt, is het tijd om werk te zoeken. Maar gewoon werken, dat vindt Ralph te saai. Hij is onder de indruk van wat er overseas gebeurt en is wel in voor avontuur. Hij meldt zich aan bij de Royal Canadian Air Force. Liegt over zijn leeftijd omdat hij eigenlijk te jong is om in het leger te gaan. Na een paar maanden wordt hij ontslagen wegens onverantwoordelijk gedrag. Ralph laat het er niet bij zitten en meldt zich gewoon opnieuw aan. Ditmaal wordt hij opgenomen in de gelederen van de Black Watch. Na zijn basisopleiding komt hij nog één keer thuis en brengt dan voor alle broers en zussen een nickel mee, waarvoor ze ieder een eigen zak chips kunnen kopen. Hij heeft vaste verkering met Lorraine, draagt haar foto altijd bij zich, ook als die eind 44 naar Europa wordt verscheept. De kerst brengt Ralph door in België. Hij stuurt een kaart naar huis met de tekst Love Ralph, XXOO, Belgium Christmas 1944. Het is het laatst bewaard gebleven bericht van Ralph. Op 5 april 1945 komt hij om bij zware gevechten in de Achterhoek. Bij zijn persoonlijke spullen zit een foto van Lorraine met op de achterkant geschreven To Ralph, Love Lorraine, August 9th, 1944. Hij wordt tijdelijk begraven in het dorp en krijgt later een definitieve rustplaats in Holte.
Ja, 17 jaar patiënt, daar word je stil van, hè? Ja, klopt. En aan de andere kant van het kanaal, daar lagen dezelfde leeftijd jongens van Duitse komaf. Van het 6e Valschimeren. Ja, ja. Oorlog, hè? We moeten er eigenlijk nooit meer naar terug, als het enigszins kan. Goed, Jean Kreun, ik had je al geïntroduceerd aan tafel. Voorwerpen heb je altijd bij je. Voorwerpen die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Dit, een helm, dat zie ik. Maar verder. Maar dit is een bijzondere helm. Dit is een Duitse parachutistenhelm. En die is achtergebleven in Laren. Dus net aan de andere kant van het Twentekanaal, waar de Duitsers zich behoorlijk fors hadden ingegraven. En het kanaal als waterlinie, als verdedigingswerk gebruikt. Nou ja, wat Barry al aangaf, ze schoten ook vanaf die kant van het kanaal weer op Lochem. En de Canadezen hadden er werk mee, want die moesten dus naar Laren toe om dat kanaal over te krijgen. En werden continu beschoten. En ook heel veel boerderijen werden vanaf de andere kant van het kanaal door de Canadezen in brand geschoten om die Duitsers te verdrijven. Nou, deze helm is op een van die boerderijen achtergebleven. En wat dan nog een leuk klein noot is, is dit. Dit refereert dan weer aan die Canadezen. Dus stelt niks voor, is een doosje lucifers. Maar het mooie is, als je hem openmaakt, dan lees je hier, gekregen van de Canadezen op 5 april 1945. Kijk, en dat is dan voor iemand die daar in Laren woonde, dit komt ook uit Laren, is zijn memorandum aan dat moment van bevrijding van Laren. Ja, want Laren, een paar dagen na Lochem, uiteindelijk ook bevrijd. En dan is dat toch wel echt, ja, dat is echt een kleinoot, hè, zoals je het al noemt. Een blijvend souvenir, een herinnering aan die bevrijding die, nou ja, die niet vanzelf ging in ieder geval. Ja. Dan heb je een hele grote collectie met heel veel mooie dingen. Ik kan me voorstellen dat zoiets heel kleins, met zo'n tekstje erin, dat dat ook voor jou heel bijzonder is. Ja, dat raakt je. Dat is zo persoonlijk. En ja, dat heeft gewoon een diepere lading. Ja, ja. Dus de hele collectie is mooi, maar dit is dan weer eentje die je heel dichtbij je houdt. Zo'n klein krentje in de pap. Ja, zo is dat. Dankjewel, Jean. De Lochemse binnenstad. Helemaal volgehangen met wasgoed, beschilderd met gedichten, gedachten, leuzen en spreuken over vrijheid. Dat was het idee voor het project De Schone Was van de Vrijheid van dichter Steven van Kampen. De dichter uit Lochem verzamelde al de nodige wasmanden vol, maar ziet nu dat ook zijn project op de lange baan moet worden geschoven. Hier een overhemd. En daar staat een hele simpele kreet op. En dat is, vrij zijn is ontmoeten. Ik zou bijna zeggen, dat is pure poëzie. Daar bedoelt hij twee dingen mee. Hij bedoelt ontmoeten, elkaar zien. Maar hij zegt ook tegelijkertijd, dat moet eens een keer weg. En dat zijn de gedachten die dan loskomen als je met zo'n project bezig bent over vrijheid. Ik ben geweest op scholen, een basisschool, een middelbare school. Ik ben geweest bij verzorgingshuizen, bij eetgroepen, bij andere 30-plus groep. En allerlei van dat soort groepen heb ik schrijfsessies gehad. Helaas werd het dus nu onderbroken. Maar goed, een heleboel schrijfsessies en vervolgens zijn we aan het schilderen geslagen op deze doeken. We hebben doeken ingezameld. Prachtig, hebben stapels. Ik heb nog thuis nog stapels liggen. En dat is een samenwerking geweest waarvan mensen zeggen, dat vergeten we niet meer. Wij zijn aan het denken op het ogenblik aan, ja, kan het toch nog ergens gaan gebeuren? En dat is, eind september is het Vredesweek. En de begrippen vrede en vrijheid liggen niet zo erg ver van elkaar af. Dus we gaan proberen het dan te realiseren. Terwijl ik schrijf, ontwaar ik wat vrijheid is. Dat is voor mij schrijven. En dat heb ik met al die mensen met wie ik bezig ben geweest, werd dat ook zichtbaar. En zie, zij is niet van mij, niet van jou, maar wel voor ons. Samen. Freedom. Freedom. Ja. Berry Zwarthoff, amateurhistoricus uit Lochem. Mooi project. Ja, heel bijzonder eigenlijk. Ja, ja, die refereert waarschijnlijk ook nog aan de tijd toen de geallieerden binnentrokken. Hè? Ja, dat is eigenlijk een heel erg bijzonder verhaal. Want toen de Britten aankwamen in Barchem, moest er dus besloten worden over twee wegen naar het centrum van Lochem toe. Nou ja, en dat ging dus in dit verhaal over de Barchemse weg, dus van Barchem naar Lochem.
En de inlichtingofficier van het Wiltshire-regiment die kreeg het voortouw om te gaan informeren. Want de opmars vanuit die kant ging nog wel vrij vlot. Dus hij kwam bij de Dolle Hoed aan, Hotel de Dolle Hoed. En het verbaasde hem dat daar gewoon links en rechts ook inderdaad wasgoed hing nog buiten. Het gewone leven nog gaande was. Ja, het gewone leven. En toen kwam hij binnen en toen zag hij gewoon mensen, dat mensen gewoon rustig aan de lunch zaten. En de krant, weet je wel, en nog even over de krant keken van, oh, van wie komt daar dan binnen? Bijzonder gezicht. Ja. Bij de bevrijding van Lochem werden alle bruggen over het Twentekanaal vernield. Hè? Ja. Het heeft een tijd geduurd voordat die schade hersteld was, hè, denk ik. Ja, heel lang eigenlijk. Want op eerste Paasdagsmorgen ging de brug eruit. Dus de laatste brug ging 's avonds er om 11 uur uit. Ook gelijktijdig met het transformatorhuisje. Dus het was even helemaal stil en helemaal niks in Lochem, weet je wel. Maar ja, de bruggen lagen eruit. En heel lang. Tot hoe lang wel? Tot 52, begin 53 zelfs. Echt, want in de 50e jaren waren ze nog steeds bezig met het herstel van de oorlog. Ja, want eigenlijk, ze hadden eigenlijk een beliebrug gelegd bij het station. Maar zoveel mogelijk het voetvolk en het fietsvolk moest dus met een pontje. En dan vaak met een touw heen en weer. En op laatst kostte het zelfs nog 50 cent. Ja, in Laren was het natuurlijk ook stevig geknokt, hè, na Lochem nog. Ook veel vernield. Leefde daar eigenlijk heel erg nog, die oorlog? Ja, nou ja, er zijn een paar monumentjes, een tweetal in Laren. Maar als ik naar de geestkracht die de gemeenschap Laren heeft, had je misschien nog iets groters verwacht in Laren. Want als ze daar iets doen, doen ze het goed, moet ik zeggen. Ja, en als je kijkt wat daar gebeurd is in Laren, is echt hard geknokt. Er zijn vele boerderijen in brand opgegaan. Dus ja, er staat bij de kerk staat een steen. Je zou daar, gezien de draagkracht van de Larense bevolking, zou je daar iets groters hebben verwacht. Ja, klopt. Want als ze iets organiseren in Laren, dan is het helemaal toppie. Dan is het er echt af. Een echte gemeenschap. Dat is echt een hele echte gemeenschap. Jij zei net, tot in de jaren 50 is er dus nog gebouwd aan die bruggen. Betekent dat ook dat in Lochem die oorlog daardoor heel erg lang en nog heel erg herinnerd wordt? Ja, het is eigenlijk heel verrassend. Omdat tot vandaag de dag eigenlijk kun je nog merken aan mensen, weet je wel, dat ze er wel mee bezig zijn. Weet je, je moet je voorstellen dat op 5 mei eigenlijk werd er 's avonds een fakkeloptocht gehouden. En zo. Het is heel gereserveerd. Omdat mensen zo tussen wal en schip hadden gezeten dat ze niet wisten, waren ze wel bevrijd? Hoe waren ze bevrijd? He, soms eigenlijk dachten ze dat ze bevrijd werden en dat ze alsnog beschoten worden. Britten die terugtrokken op dat moment. Dus het was heel verwarrend. En vandaar dat het eigenlijk door de jaren heen tot zelfs nu toe, Dat je dat nog meemaakt. Ja, en de Canadezen zijn natuurlijk nog tot maanden na dato gebleven. Hè? Zeker juni. Ja. Daar zijn goede banden uit ontstaan. Ja, fantastisch. Ja, heel lang. Er zijn heel veel, ook nog steeds tot vandaag de dag komen er nog steeds oudstrijders. Het duurt natuurlijk hard uit. Dit jaar hadden we Jack en George zouden nog komen. Maar helaas door het corona gebeuren natuurlijk niet. Maar ze staan wel te popelen alsnog. Het mooie gebaar wat we wel gedaan hebben afgelopen weken is dat we heel veel aan mensen en kinderen gevraagd hebben van leverkaarten in, brieven. En het mooie gebaar was zelfs van het gemeentehuis dat de burgemeester persoonlijk een kaart heeft geschreven voor ze. En de vlag heeft erbij gedaan van Lochem 75. Ja, mooi, bevrijd. Mooi. Lochem en de Canadezen, een verhaal apart. Dit was hem alweer, aflevering 6 van In het spoor van de bevrijders. Morgen dan zijn we er weer en dan strijkt onze karavaan neer in Warnsveld. Kijk vooral ook op onze website, want daar staan nog meer verhalen. En daar vindt u ook de oorlogsrecepten van kookhistoricus Manon Hensen. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen.